Oké, daar gaan we. Voor dit figuur hebben we nodig een balloon straw, dus een rietje van een cup en stick. Een 160 wit, een bedrukte 5 inch ballon skullface en 2 stukjes golden rod. We beginnen met de 5 inch skullface. Het allereerste wat ik daarmee doe is namelijk binnens de buiten keren. Zodat de bedrukking aan de binnenkant zit. Dus het is een beetje frunniken. Als alles aan de binnenkant zit, kun je het beste met een pompje heel klein beetje lucht erbij blazen. En de bedrukking zit nu aan de binnenkant. Dan vouw ik de ballon 2 keer dubbel. Zodat ik mooi het topje laat uitsteken. En daar knip ik een heel klein gaatje in met een schaar. Dan schuif ik het rietje, dus de straw van de cups en sticks, die zijn stevig genoeg, in de ballon. Ik schuif hem net iets verder dan het midden. En zometeen gaan we hem namelijk omkeren. Dan pak ik 1 260, knip ik doormidden. En terwijl ik de ballon strak om het rietje trek, doe ik daar op het punt waar precies het gaatje van de 5 inch zit. Dus eigenlijk sluit ik de 5 inch af. Met de Goldenrod 260. Knoopje erin. Zo strak mogelijk. Hoe strakker je dat doet, hoe minder kans dat er lucht kan ontsnappen uiteindelijk. Zou er lucht ontsnappen, dan werkt het namelijk niet meer. Dan loop je hoofdje leeg. Het restant knip ik af. Dus ik heb eigenlijk nu de bovenkant een heel klein stukje afgebonden. En nu keer ik de ballon om. Zo staat de print weer aan de buitenkant. Pompje. In de nek van de ballon, dus de straw en de ballon zitten allebei om de pomp heen. Opblazen en dicht houden. Ik draai het onopgeblazen deel een paar rondjes. En je ziet dat het een beetje een appelvormpje heeft nu. Dus ik heb een beetje plat geduwd. Ik zou hem natuurlijk ook langwerpig kunnen houden gewoon, als een rondje. Maar in dit geval vind ik het leuk om hem een klein beetje plat te doen. De onderkant doe ik hetzelfde als wat ik net aan de binnenkant deed. Met het scrapje van de 260. Een paar rondjes en knopen en de rest haal ik ook hier vanaf. Dus ik heb nu al een ballonrietje door een ballonnetje heen en het nekje vouw ik weer omhoog om de scrap 260 zodat er niks meer van te zien is, eigenlijk alleen nog maar het hoofdje. En ik ga verder met een 160 wide. Klein beetje lucht erin, hoeft niet al te veel, want er hoeft maar een heel klein deel in gevouwen te worden. Knoopje. En ik begin met een pinch twist. Klein bolletje, draai je om zichzelf heen. Dat doe ik nog een keer, klein bolletje. Ik hou de eerste pinch twist tegen de wand van de ballon aan. Zo strak mogelijk draaien. Dan kan hij ook niet vanzelf los vloepen. Het nekje haal ik er nog een keer omheen, om te zorgen dat het netjes afgewerkt is. Nou meet ik een beetje, want ik wil een botje onder zijn hoofd. Dat wordt natuurlijk een beetje een piratenthema dingetje. Ongeveer 4 vingers. En dan een klein bolletje. Ongeveer 1 vinger. Kleine bolletje draai ik om zichzelf heen. Dat komt zo meteen zo om het rietje. Dus ik vouw de pinch twist aan de achterkant, de rest aan de voorkant. Eén keer met het opgeblazen deel een rondje, zodat hij er niet af kan. Dan zit hij mooi vast. Daarna maak ik nog een pinch twist. Klein bolletje, om zichzelf heen draaien. En dit is net iets lastiger, want het rietje zit er natuurlijk al tussen. Je moet zorgen dat dat netjes achter het rietje komt te zitten. Het restant van de ballon wikkel ik nog een rondje. Daarmee zorg ik elke keer dat het goed vast komt te zitten. Dat dus niet opeens de botjes weg kunnen springen. Knijp de ballon iets in, zodat hij net iets zachter is. En zorg dat de pinchjes mooi aan de voor- en de achterkant komen te zitten. Nou weer een viervingerbolletje voor de andere kant. Klein bolletje als pinch. Je begrijpt het, we doen exact hetzelfde aan deze kant. Nog een klein bolletje, laatste pinch. Ook weer om zichzelf heen. Zorg dat de bolletjes altijd goed hard zijn, want daardoor worden de pinchjes mooier en blijven ze mooier zitten. De rest van de ballon die snap ik eraf. Als je dat niet kan, kun je natuurlijk een conwing cutter gebruiken om hem netjes af te snijden.
Voor de zekerheid leg ik een knoopje in het kleine stukje wat overgebleven is van de afgesneden ballon, zodat hij daar niet meer lek kan gaan of los kan schieten. En het restant knip ik af, want we willen nergens knoopjes en uiteinden zien. En met het restant doe ik exact hetzelfde als wat ik net gedaan heb. Een bolletje, pinch van maken. Nog een klein bolletje. Ook daar maak ik weer een pinch van. Uiteindelijk wikkel ik er weer een paar keer omheen, zodat hij goed strak zit en niet weg kan. Ik meet, zodat het bolletje wat ik nu maak precies even lang is als het bolletje wat ik al had. Ik hoef dit keer geen pinchje, want die zitten er al. Het enige wat ik hoef te doen is het stukje 160 wat over is om de pinchjes heen te draaien. Ik probeer zelf de pinchjes zo min mogelijk te bewegen, want dan zou die weg kunnen schieten. En uiteindelijk moet je alles weer opnieuw doen, dat is zonde. Andere kant, exact hetzelfde. Klein bolletje. Eerst een viervingerbolletje, nu een klein bolletje. Pinch twist. En tot slot. Je ziet, het kan precies. Klein bolletje. Pinchje. En het restant haal ik eraf. Ik knip in een onopgeblazen deel van de ballon, dus dan knalt de ballon niet. Dan loopt hij alleen maar leeg. Knoopje erin. Ook hier weer netjes het uiteinde afknippen. Nu nog even fatsoeneren. Alles een beetje recht zetten. Pintjes netjes zetten. Zorgen dat het hoofdje recht boven de pintje zit. Laat de bedrukking iets te ver naar voren. Kun je hem nog iets terug duwen en knijpen. En tadaa. Daar heb je een skeletrietje.